Jens, hoe dronken ben je geworden? Ik weet alles nog. Je ziet er best wel fris uit. Nou, zo voel ik me niet. Hoe voel je je dan? Laten we het even opschrijven. Het even. Nee, ik heb me gewoon gedragen en ik ben wel moe. Maar dat is meer van de slaap, zeg maar. Wat was er? Neem ons heel eventjes mee naar jullie gaan de Kuip uit. Waar gaan jullie heen? Wat gebeurt er allemaal? We gingen de Kuip uit. Toen hadden we hebben een feestje gehad op de SS Rotterdam. Dat is een boot. Dat is een boot, inderdaad. En dat was een hele mooie locatie. En nou, we besloten een feestje gehad met vrienden en familie. Daarna heb ik daar geslapen en vanochtend hierheen. Ja. Heb je op die boot geslapen? Ja. Ja. Ben je een beetje zeeziek geworden? Nee, ja, hij lag stil. Dus, Hoe was dit? Is de naartoe leven net zo mooi als het beleven? Of? Ja, dat vind ik wel eigenlijk. Het is allemaal mooi wat je nu allemaal meemaakt. En ook als je bekijkt wat je er allemaal voor moet laten en voor moet doen. Is het mooi dat we dit met iedereen zo kunnen vieren hier eigenlijk. Wat heb je moeten laten waar je nu weer even lekker in gaat duiken? Nee, ja, je moet gewoon heel het jaar scherp zijn. Gefocust, op je voeding letten, dat moet je altijd. Maar ja, dat soort dingen. En iedereen heeft het gewoon top gedaan vandaag. Of heel het jaar eigenlijk. En dan kan je vandaag de vruchten plukken daarvan, zeg maar. En vanavond naar de snackbar? Sorry? En vanavond naar de snackbar? Nee, pastaatje. Staat hij nog wel gewoon best wel serieus, terwijl jullie zijn kampioen geworden. Ja. Je krijgt geen lastige vragen meer van wie wordt de kampioen. Al het gelul is nu voorbij. Ja, je kunt gewoon lekker vakantie gaan vieren. Joh. Ja, ik weet het. Maar ik zei vanochtend nog, het besef is er denk ik nog niet helemaal. En net kwam dat besef wel een beetje, maar ik denk dat het echte besef misschien over een tijdje komt.